Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom bij het eerste Leidse erfgoeddebat, georganiseerd door de historische vereniging Oud-Leiden en Sleutelstad TV. Mijn naam is Jan-Jaap de Haan, ik ben de vicevoorzitter van Oud-Leiden. Ja, en ik ben Marjolein Hettinga, oud-bestuurslid van de historische vereniging Oud-Leiden en onder andere ook betrokken bij het erfgoedcafé. En samen mogen wij vandaag dit erfgoeddebat organiseren. Het idee komt vanuit de historische vereniging Oud-Leiden en daarom hebben we eerst aan tafel Steven Engelsman, voorzitter van Oud-Leiden. Laten we het even lekker de korte naam noemen. Misschien eerst een vraag, Steven. Wat doet de HVOL? Wat doet Oud-Leiden? Ja, ik denk dat iedereen het wel weet. Tenminste, iedereen hoort dat te weten. Maar degene die het nog niet weet, die zal ik nog even helpen. Oud-Leiden, eigenlijk het tehuis voor iedereen in Leiden die houdt van de geschiedenis van deze geweldige stad. En bekend door het Leidse jaarboekje, wat één keer per jaar uitkomt en mooie artikelen heeft, dik boekje, over de geschiedenis van Leiden. Bekend nu net ook door het fantastisch leuke boekje De Stem van Leiden, waarin interviews met 24 Leidenaars zijn opgenomen. Een maand geleden aangeboden aan de burgemeester, die het voortaan aan alle 100-jarigen en ik geloof 60-jarige getrouwden gaat aanbieden. En dat geeft hem een fantastisch handvat voor het gesprek. Verzameld door de vrijwilligers van de vereniging Oud-Leiden. Er zijn ongeveer 3000 leden. En er zijn meer dan 100 van die 3000 leden zijn heel actief in de diverse commissies. En die doen dit werk. Ze geven bijvoorbeeld commissie Beeldbank ook een fantastische kalender elk jaar weer uit over Leiden. En als u die laatste gezien heeft, dan heeft u daar mooie tegenoverstellingen kunnen zien van hoe Leiden vroeger was en hoe het tegenwoordig is. En daar is ongelooflijk veel aan te beleven. Bijvoorbeeld dat de Zijlpoort vroeger ontzettend veel verkeer had en tegenwoordig alleen nog maar fietsers. En dat alle andere plekken van de stad bijna geen verkeer hadden en nu wel. Maar zo kun je er een heleboel uit leren. Podcasts maken we ook. Leidse onruststokers. Er komt nu een podcastserie aan van Oud-Leiden over sporen van het kolonialisme in Leiden. 7 afleveringen. Rondom 1 juli worden ze beschikbaar gesteld. Om de Leidenaar bekend te maken met het verhaal van wat heeft Leiden eigenlijk met die koloniale tijd. Nou, dat is het verhaal van Leiden, wat bij elkaar wordt gebracht door de vrijwilligers. En dat is een merabois, dat gaat maar door en dat wordt steeds meer. We zijn ook nog de vereniging die zich druk maakt over het gebouwde erfgoed. Het gebouwde erfgoed in Leiden. En daarmee komen wij ook wel regelmatig in de publiciteit als het gaat over het historisch karakter van de binnenstad, over het niet beschermd erfgoed buiten de singels, of over de monumentale kunst van de wederopbouwperiode. Daar komen wij jammer genoeg wat te vaak in het nieuws, omdat we helemaal aan het eind van het proces opeens zien dat er iets is misgegaan en dat we dan een beetje aan de rem moeten gaan hangen. Dat is iets wat me niet echt goed bevalt. Dat is niet de positie die we graag willen hebben. Maar wie weet kan dit erfgoeddebat zorgen voor een kennismaking tussen Oud-Leiden en jullie gemeenteraadsleden. Die ervoor zorgt dat wij voortaan veel meer vooraan in dat proces geraadpleegd worden en mee kunnen praten. En dat we niet die vervelende positie helemaal aan het eind van het proces moeten hebben. Als je dan echt serieus gaat procederen, dan doen we toch niet meer mee. Want dan gaan de contributie van onze leden natuurlijk niet aan dure advocaten uitgeven. Dat maar even. De inleiding om het Oud-Leiden voor te stellen. Waarom organiseert HVOL dit erfgoeddebat? Nou, wat mij betreft eigenlijk voornamelijk vanwege dat laatste punt wat ik net noemde. Ervoor zorgen dat de verbinding tussen Oud-Leiden en de Leidse politiek wordt gelegd. Kijk, hier zitten de vertegenwoordigers van de Leidse bevolking en zij hebben het voor het zeggen. Zij met z'n allen bepalen wat er hier in deze stad gebeurt. En Oud-Leiden wil heel graag dat de stem van Oud-Leiden gehoord wordt. Nou, de eerste waar het gehoord moet worden, dat zijn jullie allemaal. Daarom ben ik verschrikkelijk blij dat jullie hier allemaal zitten. En ik hoop dat aan het eind van de avond jullie een heleboel leuke ideeën mee naar huis nemen. En wij ook. Kijk, en dat eigenlijk beantwoordt dat al een beetje de volgende vraag. Wat verwacht je van vanavond? Nou, dat wij als goede vrienden uit elkaar gaan. Met alle, met alle partijen, van links tot rechts. En dat wij heel goed van elkaar begrijpen wat wij met deze mooie stad willen. En hoe we elkaar kunnen helpen dat te doen. Nou, lijkt me een heel mooi doel voor deze avond. Okay. Dankjewel, Steven. Dames en heren, Steven Engelsman. Dankjewel.
gaan we over naar ronde 1, water in Leiden. Ik wil graag uitnodigen aan de tafel van D66 Sander van Diepen van de Partij voor de Dieren, Harbert van der Kaap en van de ChristenUnie Janine Clement. Ja, dat kan. Ja. Goedenavond, welkom, fijn dat jullie hier zijn. Ik kreeg net al de tip, ik ben ook oud-raadslid, oud-politicus, dus nee, ik weet in welke positie we voor een campagne voeren jullie zijn. Welkom. Ik wil jullie graag allemaal 30 seconden geven om je even voor te stellen en iets te vertellen over het partijprogramma, waarom je graag in de Leidse Raad wil. Ja, dan gaan dames voor. Janine Clement, namens de ChristenUnie, mag ik jou, als je het microfoon iets dichterbij wil schuiven, mag ik jou het woord geven. Ja, dankjewel. Ik ben Janine Clement, nummer 3 van de ChristenUnie-lijst. Ik wil mij en mijn partij wil zich de komende periode blijven inzetten voor het behoud van onze mooie binnenstad. Dat hebben we in het verleden al ruimschoots gedaan. Willen we blijven doen. Belangrijke punten voor ons zijn eigenlijk zorgen voor een goed woonklimaat in de binnenstad. Een rem op de horeca, minder evenementen. En niet omdat we tegen feestjes zijn, maar als de vaste bewoners uit de binnenstad wegtrekken, gaat de binnenstad dood. En tot slot is mijn fractie van mening dat er voor de Lutherse kerk een goede openbare, een publiek toegankelijke bestemming moet komen en blijven. Dus bij deze. Dankjewel, Janine. Sander. Dank. Ik ben Sander van Diepen van D66. En D66 wil zich inzetten voor het verduurzamen van monumenten. Ik denk dat menigeen van u misschien zelf in een, ofwel een monument woont, ofwel in een beschermd stadsgezicht. En dan loop je toch tegenaan dat als je juist je huis een volgende stap wil geven in de toekomst, in een duurzame toekomst voor Leiden, dat je dan vaak tegen regels aanloopt die het in de weg zitten. Bijvoorbeeld rondom zonnepanelen, dubbelglas of isoleren. D66 wil zich inzetten om juist die drempels weg te halen. Wel met oog voor het historisch karakter, maar tegelijkertijd ervoor zorgen dat dit soort huizen ook een toekomst krijgen in onze duurzame stad Leiden. Daar ga ik me voor inzetten. Sander van Diepen, nummer 3 van D66. Dankjewel. Namens de Partij voor de Dieren, Harbert. Ja, Harbert van der Kaap, Partij voor de Dieren. Ik zat even te denken van ja, Leiden en erfgoed. Kijk, van de 7 stadspoorten hebben we er nog 2 staan en zijn er 5 afgebroken. Op de Aalmarkt hadden we natuurlijk nu een pareltje van het werelderfgoed kunnen hebben. Is in 76 afgebroken. Niet hè, omdat het anders beschermd zou worden. Hè, de Vanelle-dependance van Brinkman en Van der Vlucht. Hier verderop hebben we natuurlijk een mooi voorbeeld van het structuralisme. Ja, het college zegt van nou ja, ach, laat het maar afbreken, want wat moeten we ermee? Het stadsbouwhuis bedoel je? Het stadsbouwhuis, ja. Precies. En dat is natuurlijk heel jammer. We gaan niet echt zuinig om met onze monumenten. En wij vinden dat daar toch wel verandering in moet komen. En als je gaat bouwen in de binnenstad, moet je dat doen met respect voor de binnenstad. En met respect voor het erfgoed wat we nog hebben. Dank u wel. Dank je wel, Harbert. Ja, dank je wel. We gaan, voordat we over het onderwerp water in Leiden gaan praten, gaan we eerst even kijken naar een filmpje. Ton van der Zon van het Waterambacht, die gaat een stelling voor jullie neerleggen. Ik ben Ton van der Zon van het Waterambacht Leiden. Wij willen meer aandacht voor het Leidse water. Ik sta hier nu op het Kort Rapenburg en dat is een van de punten van Leiden die wij open weer willen hebben. We willen hier weer water hebben. Leiden is ontstaan op de plek waar de Mare en de Vliet in de Rijn uitkomen en altijd is het water voor Leiden heel belangrijk geweest. In het begin voor de verdediging van de stad en later voor het vervoer en transport, voor de industrie enzovoort. De vorige eeuw is heel veel van het Leidse water gedempt en wij zeggen van er is veel te veel gedempt, het water moet weer terugkomen in Leiden. Het huidige college met de politieke partijen die besteden helemaal geen aandacht aan het water. Een voorbeeld is dat bij de Cityring de toegang tot de binnenstad van Leiden over het water zelfs gestopt is, doordat ze de Gouden Bolbrug heel laag uitgevoerd hebben over de Mare. Dus mijn stelling is nu,
wij willen als waterambacht dat in de discussie rond het Leidse erfgoed er veel meer aandacht komt voor het Leidse water. Dat is hem dus. Meer aandacht voor het Leidse water in de discussie rond het Leidse erfgoed. Sander. Nou, in ons verkiezingsprogramma staat dat we meer grachten willen gaan openen. Nu woonde ik zelf vroeger op de Hooigracht. Die is al sinds de 17e eeuw al gedempt. Maar de meeste inderdaad in recentere tijd. Er zal wel flink wat kosten bij komen. Want we hadden het net over de Gouden Balbrug. Ja, volgens mij was het een voorstel van de SP die dat eruit had gehaald. Vanwege de kosten. En toen was de overweging ja, dat water in Leiden wordt vooral recreatief gebruikt. En dat is zonde. En daarom, als je het echt goed wil gebruiken, moet je het ook functioneel gaan gebruiken. Afgelopen jaren, en ik denk ook in de toekomstige jaren, wil veel meer het water gaan gebruiken, ook voor de distributie in de stad. En ik denk, als we het niet alleen voor recreatie, maar ook voor echt functioneel het water gaan gebruiken, dan wordt het ook veel zinvoller om extra paden in de grachten eigenlijk weer te heropenen. En daarmee ook die kosten daarvoor te kunnen verdedigen. Heel mooi. Harvard. Oh, Janine. Ja, dankjewel. Ik ben een beetje verwarring. Is het nou wel de bedoeling dat je op elkaar reageert? Of is mag, het ja, graag. Ja, hoor. Ja. Dat maar je hoeft het niet per se oneens te zijn. Dat mag. Nee, wat mijn fractie betreft in het verleden ook inderdaad op plannen gesteund om te kijken wat weer opengegraven kan worden. Tegelijkertijd las ik wel in de plannen van nou ja, het gangertje, dat zou eigenlijk ook weer open moeten. Terwijl ik denk van dat zou ik nou eigenlijk wel jammer vinden. Want ja, al die spinnen die daar onder hangen als je daar met een bootje doorheen gaat, ik vind dat toch eigenlijk ontzettend geinig. Tegelijkertijd denk ik wel dat we nog een opgave hebben. De afgelopen zomers was het natuurlijk heerlijk weer. En wat je zag is bijvoorbeeld de Zoeterwoudse Singel wordt dan een soort openbaar zwembad. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En de kwaliteit van het water is dusdanig dat het ook weer kan. En daar ben ik heel blij mee. Maar tegelijkertijd zie je dan wel een probleem ontstaan met ook de ongelofelijke toename van de pleziervaart. En dat levert mij bij mij af en toe wel eens situaties op waar ik me hard vasthoud als ik die kinderen daar zie zwemmen en die bootjes langs zie gaan. Dus wat mij betreft prima, maar zorg dat het niet te druk wordt op het water. Dus dat zou mijn oproep zijn. Een bepaald evenwicht tussen de verschillende gebruiksvormen zou zeer welkom zijn. Harbert? Ja, ik kan me daar grotendeels bij aansluiten. Bij de vorige verkiezingen was een van onze 10 speerpunten varen op de Mare. En dat zou dus zijn het openmaken van de Lange Mare en een doorverbinding maken. Niet alleen voor de pleziervaart, maar het is natuurlijk ook heel noodzakelijk voor klimaatadaptatie. Je hebt natuurlijk echt ruimte nodig om met hevige buien om dat water allemaal op te kunnen vangen. En hoe goed kan je dat dan niet doen met juist wat meer waterstructuren in de stad? Dus niet alleen pleziervaart, maar het is ook noodzakelijk om de stad klaar te maken voor de komende periode en klaar te maken voor de klimaatverandering die toch op ons afkomt. En vind je dan ook dat er meer water open moet, behalve de Lange Mare en het Kort Ratenburg? Ja, zeker. Zeker moet je dat doen. En dus niet alleen voor waterberging, maar het is tegelijkertijd ook voor tegengaan van hittestress. Het is natuurlijk een goede methode om te zorgen. Hè. We krijgen hete zomers. Nou ja, hoe meer water je hebt, hoe beter je daar het hoofd aan kan bieden. Ook in jullie programma staat iets over het ontdempen van grachten. Wat zou prioriteit hebben? Nou, ik denk van het filmpje dat we net zagen, het Kort Ratenburg is wel een van de belangrijkste en die volgens mij ook het makkelijkste kan met wat mogelijk is. De Lange Mare is toch een plek die al helemaal nu opnieuw is ingericht. Terwijl het Kort Ratenburg loopt al eigenlijk een watertje onderdoor. En het zal ook flink helpen met de doorstroom in de stad. Juist, zoals de Christen nu aangaf, voor die veiligheid die in de stad toch wel vaak in het geding, zeker op zomerse dagen. Dan voor de Annies, dan zie je het helemaal daar dichtklitten met alle bootjes die rondvaren. Maar het Kort Ratenburg is ook heel smal, hè? Dus zeker, maar dat mensen een logisch rondje kunnen gaan maken. Dat inrichtingsverkeer? Je zou het bijna kunnen overwegen. Ja. Is dat een serieus voorstel? Inrichtingsverkeer op het water? Ja, dan noteren we hem namelijk gelijk. Ja. Over een rondje varen gesproken. Een rondje zou ook heel goed mogelijk worden als er in de Maresingel iets verdwijnt, namelijk de dam bij de energiecentrale. Zeker. Klopt. Daar, zolang als ik meega als voormalig oud-raadslid wordt er al over gesproken. Dus helaas nog nooit geëffectueerd, maar dat zou inderdaad wel gewoon een goede wens zijn, dat je echt gewoon een goed doorvaardbaar water hebt. Kaag, binnenstad, richting Rijn. Ja, wat dat betreft. Maar ja, dan heb je ook wel wat andere puzzels op te lossen in de stad. En die afwegingen zul je dan moeten maken. Ja, wij zitten aan de Lange Gracht, vlakbij. Als we uit het raam zouden kijken, zouden we erop uitkijken.
het energieparkplan wat voor dit gebied gemaakt is, daar zit het verdwijnen van de dam niet in. Is dat niet een gemiste kans? Zeker, want de reden eigenlijk dat hier nog steeds zit, is dat Uniper zei, ja, we gaan binnenkort verdwijnen, dus dan hoeven we het nu nog niet gelijk weg te halen. Dat is de centrale. Exact, sorry. De Uniper-centrale, de energiecentrale. De energiecentrale blijft alleen nog een tijdje draaien. Ja, dan, inmiddels wordt het wel de mogelijkheid om dat weg te halen, zo lijkt mij. En overigens niet alleen voor in de zomer te varen, maar ook om in de winter, als we het kunnen, inderdaad om te gaan schaatsen. Ik bedoel, hoe mooi zou het zijn als we een rondje singles kunnen gaan schaatsen? Het singlepark als schaatsen. En hoe mooi zou het zijn als die Uniper-centrale, dus een gasgestookte centrale, hoe mooi zou het zijn als die gaat verdwijnen? En nou ja, de recente ontwikkelingen duiden er toch wel op dat er best wel in zit dat dat soort centrales wel moeten gaan verdwijnen. En een bijkomend voordeel is natuurlijk ook dat de opwarming van de singel, wat je daar hebt door die centrale, en wat echt een aantasting is voor het waterleven, dat dat dan ook aangepakt kan worden. Duidelijk. We hebben ook een tweede ronde hierin. Ja, we hebben een aantal, elke partij mocht een wildcard inzetten. En we hebben gevraagd van tevoren bij welke ronde dat het geval is. Voor deze ronde waren dat GroenLinks en Partij van de Arbeid. GroenLinks, Tijmen Lamers. Chris komt met een loopmicrofoon. Jij wilde hier de wildcard inzetten. Vertel. Ja, staat hij? Ja. Stel je even voor. Ja, ik ben Tijmen Lamers van GroenLinks. Ik ben heel blij met de discussie tot nu toe. Want ook voor GroenLinks is het belangrijk om de wateren in Leiden te openen. Wij zijn ook voor het ontdempen van het korte Rapenburg en de Lange Maren. Voor ons is water echt een prioriteit. Er is ook geen partij die zoveel aandacht besteedt aan water in haar programma als GroenLinks. Het Waterambacht heeft zelf ook een vergelijking gemaakt van de verschillende programma's. Daar kwam GroenLinks bovenaan uit. En ik hoor veel van onze plannen terugkomen bij andere partijen. Dus ik heb goede hoop dat we de komende 4 jaar hier echt een stap op kunnen maken. Dankjewel. Dankjewel. En ook Martijn Otte van de Partij van de Arbeid, die wilde hier graag wat over zeggen. Ja, goedenavond. Mijn naam is Martijn Otte van de Partij van de Arbeid. Ik hoor inderdaad veel mooie dingen over het water zelf. Maar wat ik nog een beetje mis, is volgens mij dus één heel groot probleem waarom onze prachtige stad vanaf het water nog minder mooi is. Is dat als je over die mooie grachten vaart, je vooral uitkijkt op geparkeerde auto's, op geparkeerde fietsen en op veel afval. Dus volgens mij is ook juist zaak dat we in die historische binnenstad gaan zorgen voor veel minder auto's, voor veel meer ruimte voor groen. Dat je echt door die stad vaart en ook het historisch erfgoed in die binnenstad ook veel beter kan gaan zien vanaf het water. Dankjewel, Martijn. Volgens mij zijn we het grotendeels wel een beetje eens hier aan tafel over dit onderwerp. Ja, het wordt natuurlijk pas moeilijk als de knip getrokken moet worden. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, en dat is natuurlijk ook bij de Gouden Balbrug al gebleken, die natuurlijk op hoogte gebracht had kunnen worden, maar dat bleek toch aanzienlijke meerprijs te hebben. Ja, wat is het u alle waard, Sander? Nou ja, D60 wil graag investeren in de stad. En dat mag ook wel wat kosten. Zeker als je een duurzame stad wil die over 50 jaar niet opeens onder 5 meter onder water staat. Dus investeren in de stad, zeker als het gaat om dit soort mooie voorstellen die, nou, zoals de Partij van de Dieren ook al aangaf, ook nog wat doet voor de klimaatadaptatie. Ja, daar mag echt wel wat kosten. Ja, het lijkt me duidelijk dat we natuurlijk echt geld zullen uit moeten trekken voor klimaatadaptatie. Dus dat is niet echt een keuze, dat is een noodzaak. En wat betreft de Gouden Balbrug, dat ligt misschien nog net iets anders, omdat daar het element van pleziervaart een rol speelde. En wij hadden ook iets van, nou moet je nou mensen die daar met een sloepje onderdoor willen varen, moeten we daar 3 miljoen voor uittrekken. En daar hadden we ook onze bedenkingen over. Oké, helder. De ChristenUnie staat niet bekend als de partij die het allersnelst de portemonnee trekt. Nee, we hebben wel een imago hoog te houden van een financieel degelijke partij. Dus in dat opzicht. Maar tegelijkertijd, ja, je moet ook over dit soort dingen nadenken. En tegelijkertijd heb je, nou je kan inderdaad zeggen van het is vooral voor pleziervaart. Tegelijkertijd herstel je bijvoorbeeld bij de Maren wel een historische verbinding. Natuurlijk van de leden richting de binnenstad die in het verleden altijd zo is geweest. Dus in dat opzicht, ja, en dan als je het combineert met andere opgaven, zoals vergroening, meer wateropvang en dergelijke, nou, dan valt er met de ChristenUnie eigenlijk altijd wel goed te praten. Helder. Mooi. Mooi verhaal. Ik denk dat we hiermee de ronde over het water af kunnen sluiten. Ik denk dat we mooie enthousiaste verhalen gehoord hebben en nog een paar mooie pitches uit de tweede ring. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken en gaan we door naar de tweede ronde. Yes, dank jullie wel.
Ja, en dan willen we voor de tweede ronde aan tafel Tijn Lamers van GroenLinks worden net al eventjes. Sebastiaan van der Veer van het CDA. En Mitchell Wiegand-Brus van Studenten voor Leiden. Ga lekker zitten. En we gaan het in deze ronde hebben over Park Kronenstein. Maar het onderwerp komt zo aan bod. We gaan ook aan jullie even vragen of jullie jezelf even in 30 seconden kort willen voorstellen en eventueel een korte pitch willen doen. Ik begin bij Mitchell. Ja, goeiedag. Als ik zo om me heen kijk, denk ik dat ik een van de jongsten in deze ruimte ben. Ik ben Mitchell, ik ben 22 jaar, ik studeer geschiedenis, dus ik voel me hier toch wel een beetje als een vis in het water. Ik ben in Leiden komen studeren omdat ik zo gek was op het erfgoed en de geschiedenis van deze stad. En daardoor ben ik niet gaan kiezen voor Amsterdam of Utrecht. De Leidse geschiedenis is voor mij een van de mooiste geschiedenissen van een stad in Nederland. En dat is iets waar SVL zich ook de komende jaren voor wil inzetten. Om die geschiedenis van de stad, het erfgoed van de stad, echt beter te blijven waarborgen. Dankjewel. En dan Sebastiaan. Ja, dankjewel. Sebastiaan van der Veer, nummer 3 op de lijst van het CDA. Ja, mijn passie is erfgoed. Ik geef wekelijks rondleiding door de Leidse binnenstad. Ik ben lid van Heemschut, van HVOL ook trouwens. En heb foei ook nog 2 oldtimers in Leiden. Dat is allemaal hobby. Maar ook qua raadswerk. Ik ben een jaartje geleden in de raad gekomen. En heb het dossier erfgoed opgepakt. En een paar dingen op mogen bereiken. Onder andere het zichtbaar maken van onzichtbaar erfgoed. En vooral ook het onderhoud van onze monumenten. En ook het onderhoud van de muurgedichten. Zo is het budget verdrievoudigd dankzij onze inzet. En ik wil daar graag mee door. Dus voor behoud van monumenten. Voor betere zichtbaarheid van onzichtbaar erfgoed. En voor beter onderhoud. Dank jullie wel. Dankjewel. En dan Tijmen. Ja, bedankt. Mijn naam is Tijmen Lamers. Ik ben kandidaat raadslid voor GroenLinks. En erfgoed is voor mij niet alleen een plek of een gebouw, maar het gaat ook om het verhaal dat daarbij hoort. En dat is ook de inzet van GroenLinks voor de komende 4 jaar. Om te zorgen dat wij Leidenaren zo goed mogelijk in staat stellen om de verhalen te vertellen en door te geven die zij hebben bij het erfgoed van de stad. Daarom, we hebben de afgelopen collegeperiode al heel wat bereikt met onze raadslid van Pijpen en wethouder van Delft. Maar we willen graag de komende 4 jaar door, onder andere met het ontsluiten van collecties, het breder beschikbaar maken van erfgoed, ook het verduurzamen van erfgoed. Ik heb het net al even genoemd, het ondempen van 2 grachten. En we willen ook graag inzetten op meer cultuur- en natuureducatie voor de jeugd, zodat zij al op jonge leeftijd kennis maken met het erfgoed dat er is in deze stad. Dankjewel. Jullie zijn uitgenodigd voor de ronde die gaat over Park Kronenstein. En daar hebben we een hele passende inleider voor gevonden. De meesten zullen hem kennen van de Tuin van de Smit. HVOL-lid Sjaak van der Gein. Goeiedag, ik ben Sjaak van der Gein. We staan hier in de Kronensteinpolder. Ik ben hier ondernemer en bestuurslid van de Stichting Groen Kronenstein. Wij zijn als stichting samen met de historische verenigingen uit Leiden zijn we bezig om de polder een beschermde status binnen de gemeente Leiden te laten krijgen vanuit historisch oogpunt. We staan nu op dit puntje hier. En wat u hier ziet is, voor zover wij nu weten, een deel van een oude kreek die naast een strandwal heeft gelegen. Dan gaan we 5.000-6.000 jaar geleden terug. Er lag hier een strandwal. De uitloper daarvan loopt door naar Voorschoten. Hier zijn dus stukken bewoning, of in ieder geval resten gevonden van kampementen. We kunnen dus met recht zeggen dat we hier op zeg maar het oudste stukje Leiden staan. Volgens mij alleen daarom al beschermenswaardig. Als we net rechts van de flat kijken, daar hebben we een paar jaar geleden gezocht en gevonden Schans Lammen. Vlak daarnaast zien we het kasteel Bos. Daar stond het huis Kronenstein, waar de polder zijn naam van heeft gekregen. Afsluitend zou ik jullie willen vragen van kijk naar dit plan. En mijn stelling is dus, de Kronensteinpolder is beschermenswaardig vanuit historisch oogpunt. Dames en heren, Sjaak van der Gein. Ja, applaus mag, want ze zitten in de zaal. Hij zit in de zaal, toch? Ja, zoals Sjaak al uitlegde, we kijken met meerdere perspectieven naar de Kronensteinpolder. Natuurlijk vanwege het historisch karakter van de polder zelf, maar ook vanwege het kasteel en de Schanslammen. Ligt ook langs het Romeinse kanaal van Corbulo als vindgebied. Dus alle redenen om daar iets moois mee te doen.
Tijmen. Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En dat is GroenLinks ook. Ik vind het ook een heel leuk onderwerp. Want ik ben zelf opgegroeid in de Melchior Treuplaan. Dus ik ben vroeger vaak in Kronenstein geweest. Dan gingen we daar met de boswachter dingetjes uit de sloten vissen en over de natuur leren. Dus ik kwam toen graag in Kronenstein. Dat doe ik nu nog steeds. En wat GroenLinks betreft zou dat absoluut een beschermd gebied kunnen worden. Niet alleen vanwege de natuur. Natuur is in die zin ook erfgoed, zeker op een historische locatie als Kronenstein. Maar wij vinden ook de historische dimensie heel belangrijk. Dat is een van de redenen dat we nu bezig zijn met het ontwikkelen van een kunstwerk om de vindplek van Schans Lammen te markeren. En wij zouden ook openstaan voor een onderzoek naar hoe we slot Kronenstein wat duidelijker in het park aanwezig kunnen laten zijn. Ik vind het nu zelf erg jammer dat die plek eigenlijk niet toegankelijk is. Je kan wel zien waar het ooit gelegen heeft, maar je kan er eigenlijk alleen omheen wandelen. En ik denk dat juist als je daar ook toegang toe hebt, dat de ervaring van Kronenstein nog kan versterken. Helemaal omdat natuurlijk Kronenstein is een vrij kwetsbaar, maar heel biodivers gebied. En ik denk dat erfgoed hier kan helpen om mensen nog duidelijker de rijkdom van Kronenstein te laten ervaren. En om op die manier ook te zorgen dat het in de toekomst beschermd blijft. Sebastian? Nou, CDA. Ik heb heel mooi gezegd, overigens met hem met je eens. Want we hebben natuurlijk een historisch belang van Kronenstein, maar ook gewoon een actueel belang. Dat niet voor niks was het afgelopen jaar niet Kronenstein, maar Coronastein. Het was voor heel veel mensen dé plek waar je, terwijl je moest thuiswerken, toch even een luchtje kon happen. En voor heel veel mensen is dat ontzettend fijn. Wat natuurlijk heel belangrijk is, dat je ook ziet dat het historisch erfgoed is. En dat zie je eigenlijk nu niet. Het slot Kronenstein, wat overigens Kronenstein heet, hè, omdat op een gegeven moment Elisabeth van Kronenburg is daar op een gegeven moment gaan wonen. Zij was getrouwd met de familie van Alkemaden, was eigenlijk voorheen het land van Alkemaden. En op een gegeven moment kwam wonen en is getrouwd in 1510. Toen is het Kronenburg en Kronenstein uiteindelijk geworden. Maar het grappige is, je ziet het eigenlijk helemaal niet. Je ziet op de brug een heel klein kasteeltje staan en denk je, oh, hier was kennelijk iets. Dat is doodzonde eigenlijk. Het CDA heeft afgelopen jaar gevraagd aan de wethouder, waarom kan hier niet een bord komen om dit onzichtbare erfgoed zichtbaar te gaan maken? En ze heeft toegezegd dat het gaat gebeuren. Ik ben heel blij dat zo meteen dus dat veel meer zichtbaar gaat worden. En stop beleefbaar maken dan bij een bord? Nee, zeker niet. Maar ik vind het voorstel om erop te kunnen ook wel interessant. Het is nu een soort oerwoud een beetje. Een landschapbos is het geworden. Dus dat je er iets meer mee kan, vind ik ook wel een goede beleving om dat ook te zien. Ja. Okay. Mitchell, ja, weet de studenten waar Kronenstein ligt? Nou, dat vind ik een hele jammere vraag. Ja, daarom stel ik hem ook zo. Ja, we konden met corona ook nergens heen. Laten we vooropstellen dat het echt jammer is dat je die vraag stelt. Want ja. Studenten zijn ontzettend betrokken bij het erfgoed van deze stad. En ook heel erg betrokken bij de parken van deze stad. Kronenstein, ja, ik ken hem ook. De studenten wisten Kronenstein echt wel te vinden in de coronatijdperk. Heel zelf mooi. Heel erg vaak door Kronenstein gewandeld. Alleen maar omdat het was om even buiten te komen. Het heeft een ontzettend belangrijke functie in de stad. En dat willen we ook waarborgen. Ik ga niet hetzelfde verhaal houden als wat jullie hier al hebben gehouden. Omdat ik het gewoon volledig met jullie eens ben. Het historisch erfgoed dat daar ligt moet beter zichtbaar worden. Ik vind het zelf erg jammer. Want ik leerde ook toen ik hier net kwam wonen over de geschiedenis van het park. Maar wij zeggen ook, kijk nou wat je nog meer kan halen uit het park. Het is nu een ontzettend biodivers stukje grond. Dat klopt. Ik heb even opgezocht. Het zijn 40-tal vogels die daar nestelen. Maar ik denk dat dat beter kan. Ik denk dat de biodiversiteit van het polderpark, Kronenstein, maar ook het aanliggende park, dat daar echt nog wel wat omhoog gekrikt kan worden door bijvoorbeeld veel meer bebossing aan te brengen. En dat is iets wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben gezet. Door echt de biodiversiteit daar op de agenda te zetten. In relatie inderdaad met het zichtbaar maken van het erfgoed. Duidelijk. Kronenstein bos wordt het dan? Nou ja, bijvoorbeeld. Dat zou ik mooi vinden. Meer bos dan polder? Of? Nee. Ik wil niet het historische karakter van het polderpark weghalen daar. Okay. Maar je ziet nu, zeker het aanliggende polderpark, dat daar nog enorm veel braakliggende stukken grond is, waar dus eigenlijk weinig biodiversiteit is. Er zijn 40-tal vogels, dat kan echt beter. Weidevogels, ja. Ik denk dat er, als je kijkt naar de biodiversiteit, dat er echt nog wel een investering kan in groen daar. Ja. Duidelijk. Ik ben even benieuwd, je had een mooi plan om het kasteel misschien wat meer te ontsluiten of toegankelijk te maken. Hoe verhoudt zich dat tot de biodiversiteit? Nou, ik denk in principe eerst even op die biodiversiteit terugkomen. Ik weet niet of het aanplanten van meer bos goed is voor de biodiversiteit van weidevogels. Want Kronenstein is juist een van de gebieden waar die weidevogels hier in Zuid-Holland nog terecht kunnen. Dus ik weet niet of dat nou helemaal een goed plan is. Ik denk dat het ontsluiten in die zin van het erfgoed op het kasteel kan in overeenstemming met het behoud van biodiversiteit.
Op dat punt, voor zover ik weet, nestelen geen beschermde soorten. En je kunt ervoor zorgen, hoop ik, dat er niet al te veel mensen tegelijkertijd daar bijvoorbeeld zouden zijn. Kijk, er wandelen nu ook mensen door Kroonestein. Als die ook nog een rondje wandelen op de plek waar het kasteel gestaan heeft, misschien een bord bekijken of er iets met een app geregeld kan worden, hoeft dat denk ik geen negatieve effecten te hebben voor de biodiversiteit al daar. Duidelijk. Ik vind het wel terecht punt wat je aanhaalt, want Kroonestein is geen pretpark. En het hoeft voor mij ook niet te worden. Het is ook een punt van rust. Dus dat daar een balans tussen natuur en rust, maar ook een lichte vorm van recreatie. Hè. Dus nu bijvoorbeeld bij Tuin van de Smit heb je voor kinderen een kort park waar je overheen kan klimmen. Dat vind ik prima, maar ik hoef geen discgolf, ik hoef geen andere dingen. Rust is ook gewoon een belangrijke waarde van het park. Dus het wordt geen soort nieuw Archeon met echt hele terug in de tijd ervaring. Nee. Nee. Goed. Zou wel mooi zijn, reenactment. Iets voor oudlijnen. Ja, dat kan ook met VR, met virtual reality tegenwoordig. Hoef je niks groens weg te halen en zo. Heel goed. Goed idee. Er hebben zich veel partijen voor dit onderwerp aangemeld voor de tweede ronde. Maar liefst 4 stuks. D66, de SP, Leiden Participeert en Klimaatactie Nu. Dus daar nemen we ook even de tijd voor. En onze charmante assistent Chris de Waard loopt rond met de microfoon. Hij staat al bij Sander, dus laten we daarmee beginnen. Sander van Diepen, D66. Ja, dankjewel. Ja, D60 wil heel graag alle verschillende parken in de stad aan elkaar verbinden. We hebben het single park al en die willen dan ook de bredere, de tweede ring gaan verbinden. Er zijn wat plannen voor en toen we die aan elkaar verbonden, toen dachten we, hey, hier zien we wat ontstaan. Kroonestein, nou ja, we weten dat daar natuurlijk Schans Lam heeft gezeten, maar eigenlijk als je een ronde maakt, zijn er nog veel meer schansen te vinden. Dus eigenlijk zouden we al die verschillende schansen terug willen brengen en dan vernoemen tot het Geuzenpark. Als het tweede grote park naast het single park in Leiden. Dankjewel. Dankjewel, mooie pitch. De Socialistische Partij. Die zit ook naam. Ja, dank. Thomas van Halm van de Socialistische Partij van de SP. Eigenlijk is al heel veel moois gezegd over Kroonestein. Ik ben het ook eens met de meeste sprekers. Het is een prachtig park met veel historie. Ik zou eigenlijk alleen willen toevoegen, en daar werd net al aan gerefereerd, de discgolven. Die historische kwaliteiten van Kroonestein, dat moet echt bewaard blijven. En daar horen sommige dingen gewoon niet thuis, zoals discgolven. En dat zijn dingen waar wij ons wel voor in gaan zetten de komende jaren, om dat zo te houden, die beschermde status. Gaan we naar Leiden Participeert. Ebed. Dankjewel, Chris. Ebed Lieptuin, Leiden Participeert. Wij zijn voor Kroonestein te behouden. Het historische belang van Kroonestein. Maar niet alleen behouden, maar ook versterken. Want zoals nu, je weet nauwelijks dat er iets historisch is. En daarom moet je het versterken. Natuurlijk niet dat het een recreatiegebied wordt of een tweede Archeon. Maar mensen moeten het weten. En ik zou het eigenlijk ook willen pleiten voor een monumentale status van het park. Want nu is het alleen maar een kom-si-kom-status. Een half status, niet eens een karakteristiek status. Dus een monumentaal status. En daarom is het belangrijk dat Kroonestein behouden blijft. Maar ook dat er historisch besef onder de Leidenaren en ook mensen buiten Leiden, wat er allemaal in Leiden is geweest. Dank u wel. Dank je wel, Ebed. Gaan we nog even naar de heren op de bank. Marcel Terlouw, Klimaatactie Nu. Goedenavond, Marcel Terlouw van Klimaatactie Nu. Ik vind dat Kroonestein echt als biodivers gebied behouden moet blijven. Er mogen best wat accenten komen als het gaat om het historisch erfgoed. Maar zoals het nu is als vogelweidegebied is het heel erg belangrijk voor de stad. En als het gaat om het eiland, om dat te ontsluiten, dat zou ik absoluut niet doen. Het is een van de weinige broedgebieden van de lepelaar in Leiden. En dat is toch echt een beschermde vogelsoort. Dus dat moeten we koesteren. En ik denk dat we dat soort functies voor dat park nog zouden kunnen uitbreiden. Dank je. Harbert van der Kaap, van de Partij voor de Dieren. Ja, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, dan krijgen alle parken in Leiden een beschermde monumentale status. Dat geldt voor de stadsparken en dat geldt ook voor het polderpark. Al was het alleen maar om te voorkomen dat er weer een D66-wethouder is, komt, die een ofwel een hockeyveld in een park wil aanleggen, of die discgolf wil gaan doen in een polderpark. Dat soort dingen moeten we voorkomen. Duidelijk is natuurlijk uit het referendum bleek wel dat daar absoluut geen draagvlak voor is. Maar ik denk dat de parken gewoon beschermenswaardig zijn, al is het alleen maar om tegen dit soort excessen te beschermen. Dankjewel.
Ik hoorde Mitchell daar kort op wil reageren. Ja, ik hoor dat die monumentale status van het park, hoor ik een paar keer voorbij komen. Ja, kijk, ik ben het mee eens. Het is erfgoed. Het is echt een heel belangrijk onderdeel van onze stad. Maar het geven van een monumentale status aan een park, dat is best een ingrijpende beslissing. Dan betekent dus dat je heel weinig nog kan veranderen aan het park. En ik denk dat als we naar de toekomst gaan kijken, dat het mogelijk moet blijven om te investeren in zulke parken. Op bijvoorbeeld biodiversiteit. Dus ik denk een monumentale status gaat mij net iets te ver. Maar ik hoop inderdaad dat er een wethouder komt op dit onderwerp die dus wel het erfgoed respecteert. Mooi slotwoord voor wat betreft deze ronde. Zo is het, dankjewel. Ik wil jullie bedanken, we gaan door naar de volgende ronde. Geef ze een applaus. Dames en heren, GroenLinks, CDA en Studenten voor Leiden. Ja, en dan wil ik voor de volgende ronde aan tafel Quincy Jansen van de VVD, aan die kant. Van de SP Thomas van der Ham. En van Leiden participeert Ebed Litay. Welkom heren. Ja, ook voor jullie hartelijk welkom. Pak zo meteen goed de microfoon, zodat jullie ook thuis te verstaan zijn. Laat hem op tafel staan, maar zorg wel dat je luid en duidelijk erin spreekt. Voor jullie de gelegenheid om je alle drie in een korte pitch voor te stellen. En ik begin bij Ebed. Oké. Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. Ik ben Ebed Litay van Leiden Participeert. En even kijken, Leiden Participeert staat voor erfgoed. En erfgoed, ik hoor vaak nu over materiële erfgoed, maar ik wil ook hebben over immateriële erfgoed. En wij van Leiden Participeert, u ziet het misschien aan mijn kleding, ik heb bewust voor vanavond batik aangetrokken. Stefan, bij de inleiding had het over kolonialisme. Ik ben zelf Indonesisch, Moluks, een Molukse tukker, dus eigenlijk een mo-tukker. En wij pleiten eigenlijk voor om samenwerken. Niet alleen in Leiden, maar vooral het internationale. Ik heb hiervoor op de Indonesische ambassade gewerkt. En ik weet dat Indonesië graag sister cities wil hebben. Dus ik zou het liefst willen dat we een sister city doen met HVOL, met gemeente Leiden, met een stad in Indonesië, misschien Jakarta, waar we kunnen samenwerken. Want heel veel mensen weten niet dat niet alleen de founding fathers van Amerika uit Leiden komen, de pilgrim fathers, maar ook van Indonesië. De eerste vicepresident Hatta heeft hier bijvoorbeeld in Rotterdam en in Leiden gezeten. En je hebt alleen, sorry dat ik het zeg, een heel klein pak praat met Indonesië House. En ik vind dat te weinig. Dus wij pleiten ervoor om een sister city op te bouwen tussen Leiden en het liefst Jakarta of een andere stad in Indonesië. Om toch meer, onder het motto van Leiden, Leiden stad van de ontdekkingen, om ook buiten Leiden verder te kijken dan je neus lang is. Dank jullie wel. Heel mooi, Ebed. Dank je wel. In ieder geval een heel mooi origineel pleidooi. En een applaus van in ieder geval onze voorzitter. Thomas, voor jou het woord voor je pitch. Ja, dank. Mijn naam is Thomas van Ham, ik ben van de SP Leiden. Er staat zeker het een en ander aan cultureel erfgoed argumentatie van ons in het verkiezingsprogramma. Maar ik zal je in ieder geval meenemen in drie punten die voor ons belangrijk zijn de komende jaren. Dat is allereerst de toegankelijkheid. Wij vinden dat cultureel erfgoed, maar sowieso cultuur in Leiden, toegankelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht hun mobiliteit of hun inkomen. Dat is voor ons een heel belangrijk punt. Ten tweede, vrijwilligers. Vrijwilligers zijn essentieel voor het behoud van cultureel erfgoed. En daarom willen wij ondersteunen waar dat kan, met bijvoorbeeld het bieden van werkplekken, subsidies, maar ook eventueel het helpen met werven van meer vrijwilligers. En als laatste ook oog hebben voor de grenzen die Leiden als stad heeft. Die zijn er en die zijn op zich goed geborgd in bijvoorbeeld een horecavisie, een hoogbouwvisie, binnenstadvisie. Dat soort zaken willen wij de gemeente Leiden scherp ophouden, ook de komende jaren. Dankjewel. En tot slot, namens de VVD, Quincy Jansen. Ja, dankjewel. Quincy Jansen, de nummer 9 van de VVD. En Leiden is eigenlijk de kleinste stad met meer dan 100.000 inwoners van het land. En ook een stad met een hele hoop uitdagingen. Verduurzaming, energietransitie, maar ook het woonprobleem. En we moeten eerlijk zijn, dat zijn problemen die niet altijd hand in hand gaan met historisch erfgoed. Daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. En wat de VVD betreft gaan we gewoon met elkaar in gesprek. Met inwoners, met jullie vereniging. En gaan we samen naar maatwerk kijken. Creatieve oplossingen, maar wel realistische oplossingen. Zodat we ons oude historische karakter behouden. Maar tegelijkertijd wel de stad klaarmaken voor de toekomst. Dankjewel. Ja, we gaan weer even naar een filmpje kijken. Dit keer van Judith van Hoogdalem. Van de commissie Niet Beschermd Erfgoed van de Historische Vereniging Oud Leiden. Onder andere over het belang van vroege betrokkenheid bij ruimtelijke ordening. We staan hier bij de oude V&D aan de Aalmarkt in Leiden.
Dit pand is in 1936 gebouwd voor de firma Vroom en Dreesman. En het is in 2000 aangewezen als Rijksmonument. En dat is best opvallend, omdat niet eens zo heel lang daarvoor werd dit gebouw nog gezien als beeldverstorende bebouwing in het historische centrum van Leiden. Terwijl bij de aanwijzing in 2000 werd onder meer genoemd dat het gebouw stedenbouwkundig zeer waardevol is vanwege de beeldbepaalde situering hier aan de Aalmarkt. Mijn naam is Judith van Hoogdalen. En ik ben lid van de commissie Niet Beschermd Erfgoed van de Historische Vereniging Oud-Leiden. Wij zetten ons in voor al het Leidse erfgoed wat nog geen officiële juridische beschermde status heeft. En dat is hard nodig omdat we zien dat veel karakteristieke bebouwing gesloopt wordt. En dat is enorm zonde en ook gevaarlijk, omdat zoals we zien bij de VND kan de manier waarop wij naar gebouwen kijken in heel korte tijd veranderen van iets wat we eerst een verstoring vonden, vinden we nu waardevol voor de stad. En daarom zou het slopen van gebouwen echt een uiterste optie moeten zijn. En moet in ieder geval eerst een waardestellend rapport liggen waaruit blijkt wat de waarde is van dat gebouw voor de stad. En pas daarna zou sloop bespreekbaar kunnen zijn. Er mag dus eigenlijk geen gebouw meer gesloopt worden als er niet eerst een cultuurhistorische waardestelling gemaakt is, waaruit blijkt wat de betreffende waarde is van het gebouw. Ik zie Thomas al knikken. Ja, omdat er ook best wel een recent voorbeeld is geweest van het Circzee-pand bij Lammenschans, waarin eigenlijk dat toch ook een klein beetje mis is gegaan. Dat hebben wij wel met enige verbazing gelezen, dat zo gebeurd is. Dus dan zie je al dat het eigenlijk vanuit de gemeente Leiden en de communicatie, in ieder geval richting Historisch Vereniging Oud-Leiden, maar ook andere organisaties, dan toch fout gaat op zo'n moment. En dat je dan dus eigenlijk toch te rigoureus handelt. En ik vind wel dat wij als gemeenteraadsleden niet op de stoel moeten gaan zitten van wat is historisch erfgoed, cultureel historisch erfgoed. Dat vinden wij moeilijk, maar zoals het net gesteld wordt, dat is wel denk ik een mooie. Dat je dus van tevoren wel in ieder geval zo'n check doet, zo'n rapport doet. En dat je de experts er echt naar laat kijken en niet dat de gemeente zomaar, ik zou bijna willen zeggen, inhakken op dingen die gewoon bescherming nodig hebben. Dankjewel. Quincy? Ja, daar ben ik mee eens. We moeten inderdaad kijken wat de cultuurhistorische waarde van bepaalde panden in de stad is voordat we die gaan slopen. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel realistisch zijn en zien van als een pand inderdaad, hoe je dat zeggen, het eind van zijn leven is of niet klaar is voor de toekomst, is moeilijk om een pand te verduurzamen. We kunnen de bereikbaarheid van bepaalde panden niet waarborgen. Dan moeten we ook kunnen zeggen van oké, dan moet af en toe iets wijken voor iets nieuws. Ebed, hoe denk jij erover? Ja, dat kan er moeilijk tegen zijn natuurlijk. Maar wat ik heel erg mis hier is dat het een duidelijk proces moet zijn. Zoals heel veel besluitvorming in de stad wordt gedaan, is nooit duidelijk hoe het proces van A tot Z is. Ene kant bij een bouwproject is het weer willekeur, dan is het weer naar hoe de dag ervoor staat, of eigenlijk letterlijk hoe het weer ervoor staat. Ze pleiten ervoor dat net als bij een nieuwbouw, dus waar je bij het verdrag van Valletta van Malta, dat je eerst archeologisch onderzoek doet, dat je dat bij het slopen of eventueel slopen ook gaat doen. Maar dan pleit ik er wel voor dat er duidelijke richtlijnen moeten zijn, zodat er geen willekeur is en dat het niet afhankelijk is van de politieke situering in de gemeenteraad. Vandaag zit er een D66-wethouder, volgend jaar zit er een CDA of een andere partij. Daar moet het niet van afhangen. Het moet gewoon duidelijk zijn voor de burger, duidelijk zijn voor iedereen, zodat het gewoon ook voor de toekomst duidelijk is en dat er niet zoals nu dat we allemaal spijt hebben dat we van de 7 poorten, stadspoorten er nog maar 2 hebben. Heel duidelijk. Quincy, zou jij een erfgoedtoets bij planologische ontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen wenselijk vinden? Nou, er moet zeker wel gekeken worden naar wat de bepaalde waarde van bepaalde gebouwen, stuk historisch erfgoed in onze stad is, voordat we daar een beslissing over gaan maken. Maar we moeten er wel voor gaan waken met z'n allen dat we dan niet in ellenlange processen terecht gaan komen en dat we dan pas over 5, 6 jaar de knoop doorhakken met z'n allen, terwijl we dan TZT ook iets anders gerealiseerd hadden kunnen hebben op die plek. Ja. En hoe voorkom je dat? Want jij zegt, de SP zou ook wel een erfgoedtoets willen hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen. Mm-hmm. Die is er nu niet, die staat ook niet in de ontwikkelingsvisie. Dus dat is echt iets wat dan nu bij het collegeprogramma of bij een raadsakkoord geregeld zou moeten worden. Mm-hmm.
Zou je daar het initiatief voor willen nemen? En hoe zorg je dan dat wel de woningbouwopgave bijvoorbeeld nog op tijd gerealiseerd wordt? Ja, nee, ik denk dat Quincy gelijk. Nou ja, die zegt wel terecht, er zit een soort spanningsveld. En dat is ook zo. Tegelijkertijd moet je ook wel heel. Je moet wel heel voorzichtig zijn met dit soort zaken. En ik denk dat als dat enige vertraging oplevert, dat acceptabel is. Er moet gebouwd worden, er moet veel gebouwd worden. Maar daar zit ook wel toch een bepaalde voorzichtigheid in. Dat zit hem in de kwaliteit van bouwen. Je kan niet altijd zo snel mogelijk altijd alles bouwen. En die kwaliteit die moet ook geborgd zijn in dingen zoals dit. Of het echt een monumentale status zou verdienen. Als je dan achteraf bent van, balen, dit was eigenlijk een monumentaal pand. Ja, dan ben je echt al te laat. En dat moet je eigenlijk tot op alle hoogtes voorkomen. Dus ja, die voorzichtigheid en die kleine vertraging, die nemen wij op de koop toe wat dat betreft. Duidelijk. Ik wil er graag nog op reageren. Eigenlijk sluit het perfect aan wat ik net zei. Je moet feitelijk gewoon de termijnen wat je bij de AWB, Algemeen Wet Bestuursrecht, ook hierbij toepassen. Zodat je gewoon een duidelijk stramien hebt voor de aanvraag van een dergelijke sloop. 6 weken met eventueel uitloop 2 weken. Onderzoekstermijn, weer 6 weken. Dan kun je het ook plannen. Dan is het bijvoorbeeld voor een sloop maximaal 1 jaar, maximaal 6 maanden. En dan is het ook voor iedereen, alle partijen is het duidelijk. Ook eventueel voor participatie van een HVOL of een andere stakeholder, belanghebbende. En daarmee creëer je dus dat het voor alle partijen duidelijk is. En dat je ook niet ellenlang in de molen blijft zitten. Maar de HVOL roept eigenlijk al jaren dat ze vroegtijdig betrokken willen worden bij allerlei, met name slopen, voordat er sloop plaatsvindt. Jullie zijn het allemaal mee eens dat een goed idee is, maar het is nog niet gelukt. Dat komt omdat ik natuurlijk nog niet in de raad zit. Dus voor jullie pleiten. Ja, dit was een open deur. Quincy, bijvoorbeeld, ik ben benieuwd hoe de VVD daarover denkt. De verantwoordelijkheid voor de regie op de participatie bij gebiedsontwikkelingen ligt op dit moment bij de ontwikkelaar. Omwonenden vinden dan vaak al dat ze niet voldoende betrokken zijn. Maar zelfs als de direct omwonenden wel betrokken zijn, worden andere mogelijk belanghebbenden, en dat zou de HVOL kunnen zijn, maar het kunnen ook andere belanghebbende stichtende of organisaties zijn. Neem het Waterambacht, neem een Molenstichting of andere organisaties. Zijn niet automatisch zeker van hun plek in het participatieproces. Zou de gemeente daar niet toch meer regie op moeten hebben? Dat er breder uitgenodigd wordt voor zo'n participatieproces? Ja, zeker. En wij als VVD zien ook heel graag dat het participatietraject versimpeld wordt. Dat de participatie naar voren wordt gehaald. Wat je nu vaak ziet, is dat insprekers bij een commissievergadering vaak eigenlijk al komen als de plannen al op tafel liggen. En wat wij heel graag willen is dat we met de inwoners van de stad, met verenigingen als die van jullie, in gesprek blijven. Ook voor dat proces al plaatsvinden, dat ons oor te luisteren leggen in de stad. En dat we precies aan kunnen voelen van dit speelt eronder. Bijvoorbeeld bij de historische vereniging. Zodat we daar op een later moment al meteen op kunnen inspelen. En dat we niet eigenlijk iedere keer achter de bal aanrennen. En hoe kunnen jullie dat als gemeenteraad borgen als de verantwoordelijkheid voor de regie op het participatieproces bij de ontwikkelende partij ligt? Ja, dat is gewoon wel iets wat inherent aan je werk is als raadslid, denk ik. Gewoon continu in gesprek blijven gaan met mensen. En niet alleen in je bubbel op het stadhuis blijven, met elkaar in gesprek gaan. Maar ook inderdaad in zaaltjes als dit, spreken met mensen wat hier gaat. En een soort vast overleg met bijvoorbeeld de HVOL? Vaste momenten in het jaar om eens te kijken, wat staat er op de planning? Is dat een optie? Die zou inderdaad wel kunnen kijken van, kunnen we met vaste stakeholders in de stad misschien af en toe een keer een gesprek plannen. Maar dat moeten we dan op termijn met elkaar even gaan bekijken. De agenda vertrekken. Ja. Thomas? Nee, ik vind dat een interessant idee. En je ziet ook wel dat er organisaties zijn in de stad die wel heel erg actief worden meegenomen. Bijvoorbeeld een bomenbond, denk ik dan aan. Maar ook sportverenigingen worden vaak wel wat actiever meegenomen, moet ik zeggen. Dus je ziet wel dat het geborgd kan worden. En dat is denk ik ook een verantwoordelijkheid die je als gemeente moet nemen. En misschien ook wel afspreken. Inderdaad, ook eventueel een coalitieakkoord. Oké. Dus als het aan de SP ligt, kijken jullie een coalitieakkoord opnieuw naar het participatieproces? Ja, nou willen wij wel een heel klein. Wij zijn echt voor open bestuurs. We willen echt een heel klein, heel dun coalitieakkoord. Maar ik denk dat je dan wel iets erin moet zetten dat je relevante stakeholders op tijd moet meenemen in het participatieproces. Zoiets zou er wat mij betreft zeker in moeten. Ja. Duidelijk.
We hebben voor deze ronde ook nog een paar andere partijen, Ewet, die zich gemeld hebben met een wildcard. Ja, we gaan eerst naar partij Sleutelstad. Maarten Kersten, die zit hierachter. Maarten, ga even staan. Dan kan de camera je ook zien. Ja, en ik hou hem vast. Hij is streng, hè? Het gaat over naoorlogse bouw, hè? We zijn sterk voor het behoud van naoorlogse bouw. Het Stadsbouwhuis is daar een belangrijke representant van. Het is echt schandalig zoals dat steeds onder de mat wordt geveegd. Met een meerderheid in de raad hebben we al een keer een motie aangenomen om het te behouden. Toen is het weer, toch weer weggeveegd, weggevaagd. Het is een heel belangrijk gebouw van structuralisme. Van een architect die stadsarchitect was. Piet Verder geloof ik dat hij heette. En het is een enig gebouw nog in Leiden. Dus we moeten dat zeker behouden. En het is volgens sommigen is het niet zo mooi, maar ik vind het een prachtig gebouw. Zeker met die kleurtjes die het tegenwoordig heeft, een beetje in de stijl. Het is iets wat we echt moeten koesteren. Dus, en dan inderdaad daar woningen inbouwen, daar zijn allerlei plannen voor. Maar ja, toen kwam er opeens weer een projectontwikkelaar die wilde de zaak slopen en daar weer nieuwe woningen neerzetten. En daar zijn we dus niet voor. Ja. Dankjewel. Duidelijke pitch. Sebastiaan van der Veer van het CDA. Ja, we hebben het net over het beschermen van het erfgoed als het eenmaal als gesloopt gaat worden. Dat we dan gaan denken, oh, we moeten iets doen. Zouden we ook in plaats van achteraf al kunnen kijken hoe we het vooraf beter kunnen gaan regelen. Als ik naar de gemeente Amsterdam kijk, die heeft voor alle panden heeft die bepaald orde 1, orde 2 of orde 3. Om te gaan kijken in hoeverre is het al beschermenswaardig. Zo kan je aan de voorkant al goed gaan kijken wat je wil gaan beschermen. En natuurlijk dat moet je periodiek updaten, smaken veranderen. En mensen vragen ook aan mij van, goh, je hebt een oldtimer. Oh leuk, heb je misschien wel een Volkswagen Kever of een Renault 4? Nee, helemaal niet. Ik heb een auto van de jaren 80, veel recentere datum. Want ja, meningen over erfgoed veranderen nou eenmaal. Dus dat moet je periodiek updaten. Maar als je pas van achteraf ook vooraf kijkt, ben je volgens mij al een heel eind verder. Dankjewel. En dan gaan we naar je buurman Mitchell van Studenten voor Leiden. Ja, ik wil eigenlijk een stapje terugzetten. We hebben het steeds over sloop. En dat is, ik ben het helemaal eens. Daar moeten we echt vanaf. Met die ongebreidelde sloop van achteraf bepaalde monumenten. Waar ik het over wil hebben is het verbouwen en verduurzamen van monumenten. Er zijn nu ontzettend veel hele strenge regels voor het verbouwen en verduurzamen van monumenten in onze binnenstad. Kijk, als we het over die woningopgave hebben, er is enorm veel te winnen in onze binnenstad als we wat meer gaan kijken naar de ruimte die we hebben. Er zijn enorm veel monumentale panden die nu door die strenge regels niet verduurzaamd kunnen worden. Nog steeds in tochtige huizen zijn met enkel glas. Daar willen wij in principe van af. We willen ook iets meer soepeler verkameringsbeleid, maar dat zal jullie vast niet verbazen. En dat betekent dus ook dat je gaat kijken naar de regels rondom monumenten. Van, laat het nou wat makkelijker mogelijk zijn om daar in te verbouwen. Maar niet verdwijnen. Dat wel op nummer 1. Dankjewel. En dan gaan we naar de andere kant van de zaal, naar Janine Clement van de ChristenUnie. Ga ik er ook maar even netjes bij staan. Wat mij betreft, slopen nieuwbouw is natuurlijk de makkelijkste optie. Tegelijkertijd het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwen en nieuw gebruik geven geeft een meerwaarde. We hebben het gezien bij het Elisabeth ziekenhuis. Tegelijkertijd denk ik van, je moet natuurlijk kijken van hoe je met gebouwen ook uit wat modernere tijd omgaat. Ik zou wel willen pleiten, in het verleden heb ik discussies gehad met een wethouder die monumenten voor de toekomst wilde bouwen. Toen werd ik eigenlijk wel, daar kreeg ik wel een beetje jeuk van. Dus ik vind wel dat je zuinig moet zijn op wat er is en dat je moet kijken naar herbestemming. En tegelijkertijd aandacht moet hebben voor wat je toevoegt in deze stad. Dat moet daar gewoon op een hele mooie manier in passen. En dan moet je geen harde confrontaties mee maken. Dus vandaar de oproep. Dus bouw geen monumenten voor de toekomst. Dankjewel, Janine. Ja, ik heb nog wel een vraagje, want ik hoor al een paar keer voorbeelden als het Stadsbouwhuis, Lammerslandsweg, het Zierkzeegebouw. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld of dat nou beschermenswaardig is en behoudenswaardig. Want sommigen vinden het oerlelijke panden en anderen vinden het hele goede voorbeelden van een bouwkunst uit een bepaalde tijd. Anderen vinden het ook heel mooi. Hoe denken jullie hier aan tafel over? Ja, daar had ik het eigenlijk net ook al over. En ik denk dat Sebastiaan van het CDA zei dat ook net mooi. Het is iets subjectiefs op een bepaalde manier. En zeker
Als raadslid durf ik niet daar alles over te zeggen. Ik heb er persoonlijke mening over. Ik vind het Circusé-pand niet fantastisch. Het stadsbouwhuis vind ik wel mooi. Je ziet al dat het zeg maar heel subjectief wordt als wij daar als gemeenteraad beslissingen over moeten nemen. Dus daarom, en dat heb ik net ook al gezegd, pleit ik er echt voor dat we dat laten aan monumentencommissies. Echt en de HVOL, mensen die er meer verstand van hebben en het objectiever kunnen maken dan wij als simpele gemeenteraadsleden. En als iets heel lelijk is? En als iedereen het heel lelijk vindt? En het toch belangrijk wordt gevonden door historici? ja, dat is een lastige. Oftewel, is het de moeite waard om iets lelijks te bewaren? Dat vind ik het lastige. Maar ik vind dat in die zin geen rol zou moeten spelen. Als iets Leids cultureel erfgoed is, dan is dat het. Okay. En daar zijn objectieve criteria voor. Dus, ja. En soms als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het vanzelf mooi, hè? Dat hebben we in het filmpje gezien. Ja, nee, precies. Mijn rol is ook om een beetje te prikkelen vandaag. Ja, dat doe je goed. Oké, heel mooi. Ik wil jullie danken voor deze ronde. Dames en heren, Ebed, Quincy, Thomas. Ja, voor de vierde ronde vraag ik aan tafel Martijn Otten van de Partij van de Arbeid, Maarten Kersen van Partij Sleutelstad en Marcel Terlouw, Klimaatactie Nu. Ja, ik weet niet of hij de montagetafel overleeft, Maarten, je had nog een nabrander. Een nabrander, maar ik kon net niet op de naam komen. Het gebouw van Nieuwe Energie waar we hier zitten, hè? Dat was vroeger natuurlijk een wolfabriek. En toen maar hiernaast. Hiernaast, ja. We zitten hier. En dat is op een gegeven moment verbouwd tot al die units. Er was heel veel weerstand tegen. De mensen vonden het een lelijk gebouw. Het werd opgeleverd. Toen bleek dat dus de verbouw tot allerlei diverse units, werkunits enzovoort, veel goedkoper was geweest dan sloopnieuwbaar zou zijn geworden. En toenmalig wethouder van de PvdA, ben even zijn naam kwijt, jij weet het vast wel, is overleden inmiddels. Kees Laan? We hebben er een paar gehad. Een paar hebben het bekend. Witteman. Oh, Mark Witteman, ja. Mark Witteman, God hebben zijn ziel. Die heeft bij de opening verklaard, kijk, hier heb je nou een voorbeeld, je moet niet alles slopen en nieuw bouwen. Het is gewoon fantastisch zoals we dit nu hebben opgelost. Goedkoper, veel goedkoper en heel mooi functioneel. Dus. Nou, dankjewel. Tot zover dankjewel. De naoorlogse bouwkunst inderdaad. Maar dan gaan we nu naar het volgende onderwerp, Archeopark Matilo. Voordat we weer een filmpje instarten, vraag ik ook weer even of al onze deelnemers zichzelf even willen voorstellen. Martijn, mag ik bij jou beginnen? Ja, zeker. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Martijn Otten. Ik woon in Steefshof, ben geboren getogen Leijenaar en ben raadslid en kandidaat voor de Partij van de Arbeid. De partij met de meeste erfgoed op onze poster, geloof ik. En wat voor onze partij het allerbelangrijkste is de komende jaren, is ook dat mensen nog betaalbaar kunnen wonen in onze stad. We zien steeds meer mensen die enorme huren betalen, enorm moeten overbieden om een huis nog te kunnen kopen. Dus wij willen heel erg inzetten om weer terug te gaan naar de volkshuisvesting, naar tijden dat we zorgen dat mensen een eerlijke kans hebben op een woning en niet steeds door beleggers worden overgekocht. We hebben gelukkig al regels tegen verkamering en hopelijk ook nog wat meer om beleggers te weren uit onze stad. En we moeten toch ook veel bijbouwen en wat ons betreft veel betaalbaar met onder andere 40% sociale woningbouw. En dat mag heel soms misschien wel een monument voor de toekomst zijn. Maar ik durf het haast niet meer te zeggen. Dankjewel. Marcel, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, dankjewel. Ik ben Marcel Terlouw van Klimaatactie Nu. Ik ben lijsttrekker. Het klimaat is een enorm belangrijk onderwerp en heeft een enorme impact op de samenleving, ook op de Leidse samenleving. Daar zullen we heel veel aan moeten gaan doen. Daarvoor vinden wij het heel belangrijk om ook onze monumenten te beschermen tot in de eeuwigheid. En nou, eeuwigheid is heel ver, maar tot in de lengte der dagen wat ons betreft. En daarvoor is het heel erg nodig om ook die monumenten op een goede manier te gaan verduurzamen. En vooral ook op een goede manier te gebruiken. En de verduurzaming, daar zouden de regels flink voor aangepast moeten worden. En ik denk dat op een moderne en goede manier monumenten aangepakt kunnen worden. Zodat het nog steeds prachtige gebouwen blijven. Maar wel op een hele goede manier bruikbaar zijn. En op een hele goede manier ook een bijdrage leveren aan de bescherming van onze wereld. Dankjewel. En Maarten, ook aan jou nog even de gelegenheid om je pitch te houden. Dankjewel. Ik ben Maarten Kersten, fractievoorzitter van de Partij Sleutelstad in de huidige raad. Nummer 2 op de lijst voor de verkiezingen. Ik heb een stapje terug gedaan voor de jeugd. Want ik ben al
om in HVOL-termen te spreken. Ik ben oud Leiden, ik ben 75 jaar. Ook bijna erfgoed. Ik ben oud Leiden, ik ben erfgoed, ja. Dus, mobiel erfgoed. Ja. Maar het mag ook wel eens even anders. Een fantastische ervaring natuurlijk ook. Wij zijn, zoals u allemaal wel gezien hebt, heel sterk voor de betrokkenheid, de zeggenschap van de burgers. Dat is ons speerpunt altijd geweest. We zijn op het gebied van duurzaamheid, zijn wij ook mede vooraan met een aantal anderen, zoals Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks. En Klimaatactie Nou op dit moment. Terlouw van Klimaatactie Nou. Het zal u niet verbazen dat ik archeoloog ben. En als archeoloog ben ik dus voor het erfgoed. Dus ik zit hier wel even op mijn plek, denk ik, voorlopig de komende uren. We hebben ongeveer een kwartier per ronde. Maar nee, dat erfgoed, we kijken wel hoe het erfgoed loopt. Is voor de eeuwigheid, maar dit gesprek niet. Dit houdt een keer op. Wat jammer. Nee, maar u begrijpt, als archeoloog ben ik heel erg betrokken bij het erfgoed. En dat geldt voor midden. Dank u wel. Heel mooi. We gaan dan van de ene archeoloog naar de andere archeoloog. We hebben opnieuw een inleider gevonden van Leidse Bodem. Tom Hazenberg is archeoloog. Degene die dat niet weten, hij is een van de archeologen die het bronzen ruitermasker, wat nu in het Rijksmuseum Oudheden ligt, gevonden heeft. En zet zich ook nog in voor archeologie in de breedste zin des woords en Park Matilo in het bijzonder. Ik ben Tom Hazenberg, archeoloog, maar ook bestuurslid van de stichting Mooi Matilo. En ons doel is om dit mooie park aantrekkelijk te maken voor de wijken, voor de regio, maar eigenlijk ook voor de wereld. En dat doen we ook samen met de bewoners uit de wijken. Wij staan hier midden in het Castellum met mooie wallen, met name in de zomer helemaal mooi zonnig en groen is. Waar je ook anderen bij lekker kan sporten, waar je de honden kan uitlaten. Maar waar ook de geschiedenis, de Romeinse geschiedenis van de gemeente Leiden helemaal te vertellen is. Op deze plek zijn we dan nu ook een bezoekerscentrum aan het bouwen. Archeologie vertelt zich niet zelf, daar moet je heel veel moeite voor doen. En dat moet je samen doen met de mensen uit de wijk, maar ook met gidsen, maar ook met kleine ondernemers. Je kan je voorstellen de stadspoorten, archeologische resten in de stad die je zichtbaar maakt. De kalkovens bij Wernink. Maak ze zichtbaar, maar maak er ook een programma bij. En dat is nou precies wat wij hier ook in Park Matilo doen. Dus gemeente, help dit soort initiatieven niet alleen met het zichtbaar maken, maar ook met het echt organiseren van het programma en het een plek geven midden in de stad. Tom Hazenberg was dat. Ja, geweldig. Martijn, reactie op deze stelling als eerste. Ja, want je hebt bij Park Matilo soms het gevoel dat het er eigenlijk al eeuwig is. Want dat voelt zo natuurlijk inmiddels al dat we dat nu in de stad hebben. En het is soms gek om te denken, want jij hebt het nog geopend geloof ik 1 jaar of 10 geleden. En dat eigenlijk pas best recent is dat we op deze plek, op deze manier ook de geschiedenis in beeld hebben gebracht. Waar natuurlijk nou Corbulo liep en de Rijn. En waar een vesting, een castellum van de Romeinen was. Dus ik vind dat wel heel mooi hoe je hier archeologie in beeld brengt. Het kan denk ik zelfs uiteindelijk nog beter. Komt dat die fabrika, de ontmoetingsruimte. En wat mij betreft zou je uiteindelijk ook nog meer plekken krijgen dat je daar kan zien wat er allemaal gevonden is, wat daar vroeger gebeurde. Dat je op dat soort manieren het nog beter in kaart brengt. Maar dat zijn natuurlijk hele goede voorbeelden, ook voor de rest van de stad, hoe we de geschiedenis soms nog wat beter weer zichtbaar kunnen maken. Denk, hij noemde toevallig Wernink-terreinen, zitten nu in de bouwplannen. Ook ideeën hoe we bijvoorbeeld die fabrieken die er stonden toch ook weer terug laten komen in hoe we dat daar gaan, de woningen gaan bouwen. En bijvoorbeeld er zijn ideeën om de poorten die nu niet meer zijn, nog wel via lichten weer uit te gaan lichten. Dus er zijn volgens mij heel mooie dingen. En met Matilo is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe we de geschiedenis weer zichtbaar maken in de stad voor iedereen en op een hele toegankelijke manier. Mooi, dankjewel. Ja, Marcel. Ik vind eigenlijk wel dat we dit park, het is prachtig, maar dat we daar een park van deze tijd van moeten maken. En dan denk ik dat het nodig is dat er wat meer diversiteit, wat meer biodiversiteit op die grasmat komt. Daarnaast wordt het natuurlijk ook gebruikt voor evenementen. Gisteren hadden we toevallig een debat daar in de buurt. En toen hoorde ik vanuit de buurt dat mensen eigenlijk vinden dat evenementen prima, maar dan wat kleinschaliger. Want wat er natuurlijk afgelopen oktober gebeurd is, dat bijna het hele park omgeploegd is door jongeren. Hartstikke leuk, maar wellicht zou dat een volgende keer op een andere plek moeten. En met name het kleinschalige gebruik, daar is de buurt heel erg voor. Nou, ik stel ook voor dat we de buurt betrekken bij
ook verdere inrichting van dit park, dat de historie zichtbaar is, maar dat daarnaast echt een park van deze tijd wordt. En nou ja, dan zou er dus nog wat meer levendigheid in kunnen komen. Maarten. Ja, dat snap ik wel, maar dat gebeurt al. Er is overleg en met de wijk, met het buurthuis, Matilo. Wat betreft dat omploegen door de jeugd na jaren opgesloten zijn met die COVID. Ja, dat is niet gepland. Dat is geen evenement. Dat is gebeurd. Dat is pech. Maar ik denk dat het in het algemeen een heel mooi iets is, dat Matilo Park. Je moet zo voor zijn deel van de Limes, de oude grens, de Rijn hè, was dat, van de Romeinen. Van het Noord-Friese gebied tot aan Bonn in Duitsland. En we hebben het geluk dat we hier nou een park hebben opgebouwd, of een castellum hebben opgebouwd, of een castra. Heel erg mooi. En die evenementen zijn er vaak wel met dingen voor kinderen, voor jeugd. Dat is heel educatief. Dat gebeurt best goed, vind ik. Maar je kunt altijd nog dingen verbeteren, zonder meer, ben ik met je eens. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van iets wat we hier hebben. Wat terecht nu ook door het Wereld Erfgoed erkend is, vorig jaar. En er zijn wel meer dingen te doen op dat gebied. En Tom Hazenberg is natuurlijk een excellente archeoloog die dat soort dingen ook allemaal doet. Dus ik ben er heel blij mee. En het lijkt een heel klein beetje op Xanten in Duitsland. Een heel klein beetje, maar zeker. Ja. Mooie woorden over Matilo. Jij noemde al andere zaken. Tom hield ook een pleidooi voor archeologie in bredere zin. Archeologie heeft vaak een wat ondergeschikte rol, ook omdat het niet zichtbaar is. Hoe maken we dat meer zichtbaar? Ja, het is wel grappig, de dingen die je dan niet meekrijgt. Ik zit in de gemeenteraad, ook in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. En bij alle bouwplannen die we krijgen, krijgen we ook 600 pagina's met allerlei onderzoeken die er gedaan worden. En dat gaat over groen en wat voor dieren er precies lopen. Maar dat gaat ook over de archeologie. En er zit inderdaad bij een paar nieuwe dingen die we nu aan het bouwen zijn, wordt best wel veel ook archeologisch onderzoek gedaan. En dat komen hele interessante dingen uit. We vonden nu natuurlijk met Schans Lammen dat eigenlijk nu gevonden is. Dat ging net bij Kronenstein er ook al even over. Volgens mij zijn juist op het moment dat je echt dit soort archeologische vondsten doet, wil je ook op een bepaalde manier dat laten zien op die plek. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat je bepaalde dingen liever ook het museum wil, waar het ook wat beter geconserveerd kan blijven. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als bijvoorbeeld in Matilo met een aantal bordjes, en er is natuurlijk ook een digitaal museum op de website, maar dat je veel meer nog inzichtelijk maakt wat er allemaal gevonden is en hoe het leven daar toen was. Want nu, als je er loopt, is het natuurlijk een grote vierkant veld. En je denkt toch, ja, wat was dit dan precies? Waarom is het een veld? En wat gebeurde hier? Ja. Dus het zou wel heel mooi zijn als je dat nog wat inzichtelijker kan maken. Dat kan je met replica's doen, hè? Makkelijk. Ja, dat mooie masker waar Jaap het straks over had. Wat ook wel Gordon wordt genoemd. Zo Gordon leek. Daar zijn replica's van. Die kan je daar tentoonstellen, geen probleem. En er gaat trouwens dus in Meerburg, in de Rivierenbuurt, ook ontzettend veel gebeuren qua de woningen die er staan. Ook heel veel gerenoveerd worden en ook aan nieuwe dingen gebouwd worden. Dat is denk ik ook juist een mooie kans om dat goed te verbinden met dat park. Er komt ook wat kunst die daar hopelijk bij aansluit. Dus volgens mij, ja, dat je het echt een centraal punt in die hele wijk, in het hele gebied maakt. Ja, er zijn ook Limes fietsenroutes, hè, door heel Holland en Utrecht. En het is verplicht, wat je net zei, wat je onderzoek betreft, bij elk project in Leiden en heel Nederland, is verplicht om eerst archeologisch onderzoek te doen. Dat is heel erg goed. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om vooral inderdaad de buurt heel goed te betrekken bij wat er met het park gebeurt. Want zij willen daar ook echt dat park een soort centrum van de buurt van maken. Dus als de nieuwbouw er komt, als er nieuwbouw komt, daar twijfelt de buurt ook nog over. Maar goed, stel dat komt, dan zou je dat kunnen aanpassen op de stijl, zeg maar, van dat park. En nou ja, op een moderne manier zou je daar een heel mooi geheel van kunnen maken. Dus, en dat is eigenlijk ook wat de buurt graag wil. Ja. Steun je daarmee de voorstellen, er komt nu een fabrica, dat is een tijdelijke werkplaats, letterlijk betekenis ook van het woord. Maar er ligt een groter plan om er nog een hoofdgebouw neer te zetten, de Principia. Is daar steun voor bij jullie? Absoluut, en dan zou je zo'n museumpje in kunnen doen. Ja. Oké, okay, Martijn? Ik vind het heel goed klikken, ik ken het niet goed, okay. Dat plan, maar het klinkt heel goed. Ja. Het moet wel een echte goede functie krijgen. Het moet niet iets zijn wat daar staat, en dus inderdaad een museum of iets anders. Maar het moet een functie hebben waar ook de buurt iets aan heeft. Waar niet alleen maar toeristen op afkomen, maar waar iedereen terecht kan. Maar dat is met die fabrica nu zo mooi. Dat is echt ook een ontmoetingsruimte. Waar juist de wijk, waar tentoonstellingen worden gehouden. Als je een rondleiding wil doen, dat je daar kan beginnen. Dus volgens mij zit dat juist heel goed in die plannen. Ja.
Op andere plaatsen in de stad heb ik je niet over gehoord. De archeologie meer in bredere zin bij planontwikkeling. Wernink is genoemd. Stadspoorten zijn we als Oud-Leiden al een tijdje mee bezig. Overal vind ik eigenlijk een onderzoek. Ja, ik woonde in 1976 voor een paar jaar in Leiden. Toen stond bijna de helft van de binnenstad dichtgetimmerd, omdat ons erfgoed aan het verpieteren was. Eigenlijk dankzij de artikel 12 status van toen is alles toch uiteindelijk behouden en opgeknapt. Ik ben heel erg blij dat er allemaal is en dat er inderdaad nu ook onderzoek gedaan kan worden van wat de historie van de stad is. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is en dat we dat misschien op sommige plekken nog meer inzichtelijk kunnen maken voor iedereen. Zou er ook meer onderzoek gedaan moeten worden naar wat er nog onder de grond zit? Interessante plekken die, Schans Lammen bijvoorbeeld, is natuurlijk uiteindelijk naar gezocht. Maar door crowdfunding tot stand gekomen? Door crowdfunding tot stand gekomen, dus daar is niet vanuit de overheid geld voor gekomen. Nee, maar kijk, door die verplichting bij nieuwbouwprojecten enzovoort, gebeurt er al heel veel. Maar dan moet je, bouwen. Je kunt ook gericht gaan zoeken, dat heeft Tom Hazenberg bijvoorbeeld een aantal keer gedaan. Je kunt ook gericht hier en daar gaan zoeken. En dan moet je inderdaad geld gaan verwerven via werelderfgoed of wat dan ook voor instantie. Dat kan je natuurlijk doen als je daar goede argumenten voor hebt. Samen met het Rijksmuseum voor Oudheden bijvoorbeeld, zou je dat kunnen doen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld het Wernink-terrein neemt, dat is niet beschermd. We weten van de oude kaarten en foto's en de overlevering dat daar bijvoorbeeld kalkovens hebben gestaan. Een van de weinige plekken in het Leidse grondgebied waar kalkovens hebben gestaan. Die zouden we kunnen onderzoeken. En we zouden dan de plannen daarop kunnen aanpassen. Maar natuurlijk, maar het is maar zeer de vraag of ze echt niet beschermd zijn. Dan moeten we even gaan uitzoeken. Ze hebben geen status op dit moment. En eigenlijk is de planvorming nu zover dat er daar op die plek alweer gebouwen zijn ingetekend. Voordat we ook maar met een archeoloog of een troffel de grond in zijn geweest. Daar gaan we dan in de raad achteraan. Waar wij graag naartoe zouden willen, daar ben ik ook benieuwd even, is dat we zo in het proces komen dat we eerst eens onderzoeken. En dan, je kunt zo'n wijk ook zo inrichten dat je dat soort unieke plekken, dat is ook leuk voor de nieuwe bewoners, die ontlenen daar ook identiteit aan. Ja. Dat je die plekken dan kunt visualiseren. Van hier stonden in de 19e eeuw als onderdeel van de industriële uitbreiding van de stad de kalkovens. Ja. In plaats van dat ze in een parkeergarage verdwijnen en dus opgegraven en daarmee vernietigd worden. Ja, natuurlijk. En ik denk dat het wel een uitdaging is dat bijvoorbeeld de Wernink, waar we meer dan 1000 woningen gaan toevoegen aan de stad, dat heel veel van het slopen en de grondonderzoek gaan doen, gebeurt eigenlijk pas op het moment dat het hele plan rond is en ook er geld is inderdaad dat die woningen daar gaan komen. Juist. Dus je zit ook vaak inderdaad met de moesje aan, dat je ook waarschijnlijk het niet al kan gaan slopen en het geld daarvoor hebt op het moment dat je nog niet weet wat daar precies terug gaat komen. Exact. En daar zit natuurlijk wel een uitdaging. Ik weet dat er natuurlijk op heel veel plekken, en dat bijvoorbeeld bij nu Boshuis waar de sporthal komt, is natuurlijk een stuk makkelijker. Want dat is gewoon een grasveld waar je wat makkelijker eerst even kan gaan graven. Vergeet het kasteel Boshuis. Nee, precies. Dus op sommige plekken is dat een stuk makkelijker, denk ik, dan op andere plekken. Ik vind het wel interessant bij Wernink, maar ik kan me dus, uiteindelijk moeten we ook voorkomen dat uiteindelijk voorkomt dat er heel veel woningen komen. Dus het is natuurlijk even zoeken hoe je dat goed doet. Maar de plek waar en hoe, hoe je het situeert, hoe je hem intekent. Ik zie hier een taak voor de HVOL. Of die nemen we graag op. Of Oud-Leiden. Ik vind HVO spreekt makkelijk uit Oud-Leiden. jullie moeten ons proactief als raadsleden, als raad, wakker houden op dit gebied. Wijs ons bepaalde plekken aan waar we iets moeten doen. Waar we iets moeten laten. Dat soort dingen. Nou, het Wernink-terrein dat moet natuurlijk enorm gesaneerd worden. Dat zou een moment zijn waarop je ook nog extra onderzoek doet. En op het moment dat je iets kan inzichtelijk maken of mijn voorkeur zou zelfs hebben iets kunnen gaan gebruiken van resten van iets, dan moet je dat zeker in de buurt inpassen. En dan zou je daar inderdaad je woningbouwprogramma omheen moeten plannen. Tegelijkertijd wordt er ook juist veel gedaan. Heel simpel, zelfs de kleuren van de huizen zijn gebaseerd op het feit dat daar kook gemaakt werd. Er komen allerlei elementen terug uit die fabrieken. Zoals natuurlijk als je nu langs rijdt, zie je zo'n hele grote trechter staan. Dat komt nu ook terug in een soort van poortje waar je onderdoor loopt, waar zo'n trechter boven zit. Dus er wordt in ieder geval al wel veel, proberen ze in ieder geval te doen met het erfgoed dat er in ieder geval boven de grond staat. Ja. Maar het graven gebeurt pas als het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is helder. Dank jullie wel voor deze ronde. Er heeft zich nog een spreker voor de tweede ronde. Ja, we hebben nog iemand. Quincy van VVD wil nog wat over dit onderwerp zeggen.
Ga maar even staan, dan kan iedereen goed zien. Ja, ja. Dat het Park Natuurpark Waterloo UNESCO Werelderfgoedstatus heeft gekregen, dat is natuurlijk een prachtig iets. En dat hebben wij ook natuurlijk altijd ondersteund. En onze raadslid Tom Leest laat ook geen moment voorbij gaan om iedereen te vertellen hoe prachtig het daar is in zijn eigen wijk. En dat hij daar als vrijwilliger heeft rondgelopen. Maar wat wij ook dus graag zien de komende tijd is dat we het een beetje gaan doorontwikkelen. Dat daar een soort van kenniscentrum gaat komen. Dat we misschien daar een leuk Romeinse barak gaan bouwen waar je lekker een kopje koffie kan drinken. Dat het niet alleen een park blijft, maar dat we daar ook dat we daar kennis gaan doorgeven en de Romeinse Leidse geschiedenis aan de toekomstige generaties gaan doorgeven. Nou, mooie toezegging van de VVD. Dankjewel, Wiert. Ja. Dames en heren, dit was de vierde ronde, archeologie en Park Matilo. Maarten, Martijn, Marcel, de drie M'en. De drie M'en. Hartelijk dank voor deze ronde. Blijf nog even zitten, want wij sluiten zo af. We gaan nog even Steven aan tafel. Oh, we gaan Steven uitnodigen. Ja, dan zullen jullie toch even plaats moeten maken. Sorry, jullie moeten toch even plaats maken. Ja. Dank jullie wel. Want we gaan natuurlijk weer even afsluiten nog met Steven Engelsman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Leiden. Want Oud-Leiden heeft een manifest geschreven. Ja. Wil je daar wat over vertellen? Nou, dat vat ik heel kort samen in die zin van dat het ongelooflijk belangrijk is om de verhalen over de stad, om die te kennen, om die te vertellen en die verhalen over de stad te gebruiken ook als inspiratiebron voor de ontwikkeling in de stad. En dat zijn de verhalen over de gebouwde omgeving, dat zijn de verhalen van de mensen. Daar moet je het mee doen. En dat is ook graag precies de insteek waarmee Oud-Leiden heel graag aan het begin van de processen meedoet om na te denken over hoe moet het gaan. En daar moet ik zeggen, vind ik dat punt over het Werningterrein, waar we misschien nog net op tijd zouden kunnen zijn, als we nou nog toch even die archeologie doen en kijken of daar nog archeologische bijzonderheden zijn die een wezenlijk structuurelement zouden kunnen vormen voor de ontwikkeling van dat terrein. Dat zou iets fantastisch zijn. Dat zou een droom zijn die Oud-Leiden heeft. En Maarten, jij hebt ons heel erg expliciet erop aangesproken. Jullie hebben die alerteringsfunctie, HVOL. Ik vind Oud-Leiden trouwens mooier dan HVOL. Ik hou niet van afkortingen. Maar die alerteringsfunctie zorgt ervoor dat de politiek wakker blijft. Nou, deze alertering die vindt nu plaats. Jullie zitten hier met z'n 12 en hebben het allemaal gehoord. Dat is een belangrijk punt, dus daar moeten we wat mee doen. Ja, en verder moet ik zeggen, ik vond het een fantastische avond. Ja, ik dacht een paar keer van, de premier zegt wel eens dat Nederland een gaaf landje is. Ik vind dat geen woord. Maar ik dacht vanavond toch wel af en toe, wat is Leiden eigenlijk een gaaf stad? En wat is het ongelooflijk leuk om jullie allemaal met zoveel passie over deze stad te horen praten. En dan dacht ik dat we 12 partijen hadden en dat we 12 volstrekt verschillende visies op de ontwikkeling van deze stad en zijn geschiedenis hadden. Maar daar is mij vanavond niet veel van gebleken. Volgens mij zijn jullie allemaal geweldige partners. Voor de HVOL als je wilt of voor Oud-Leiden. Hartelijk bedankt. Dankjewel, Steven. Dank u wel allemaal, ook in de zaal. Voor de mensen thuis, het manifest van Oud-Leiden, waarin 15 punten staan die we willen meegeven aan de nieuwe gemeenteraad, staat op onze website www.oudleiden.nl. En we hebben ook een inventarisatie gemaakt van de verschillende verkiezingsprogramma's en wat daarin aan onderwerpen staat over erfgoed, water, duurzaamheid, maar ook de veelgenoemde participatie. Dus voor meer informatie over erfgoed kunt u terecht op onze website. Ja, en dan wil ik iedereen in de zaal hier bedanken, maar u thuis ook voor het kijken. En ook alle kandidaten, veel succes nog met de campagne de laatste week. En bedankt voor jullie aanwezigheid. En tot ziens. Thank you.